Hallo, deze video gaat over proeftentamen voor Atheneum Bovenbouw Natuurkunde, over de onderwerpen arbeid en energie, trilling en golven, elektromagnetisme en geofysica. Ja, opgave 1, de jumper. Enkele jaren geleden is een rage ontstaan, het zogenaamde jump. Hierbij springt iemand de jumper vanaf een brug in het ravijn. Een lang elastisch koord is aan één kant aan de brug vastgebonden en aan de andere kant aan de jumper. Hierdoor komt de jumper tot stilstand ruim boven de bodem van het ravijn en weer terug, zie figuur 1. Adrian wil zo'n sprong eens uitvoeren van een brug die zich 90 meter boven de bodem van het ravijn bevindt, maar eerst wil hij berekenen of hij niet te veel gevaar loopt. Als het elastische koord niet is uitgerekt, heeft het een lengte van 32 meter. Hij neemt bij zijn berekeningen aan dat hij op t is 0 verticaal naar beneden laat vallen en hij verwaarloost de bereiding. Berekenen op welk tijdstip de veerkracht van het koord dan begint te werken. Nou, twee methoden. De eerste methode is met energie. Hij valt 32 meter naar beneden. Daarmee verdwijnt natuurlijk een deel van zijn hoogte-energie, MLG, MLH. Maar hij wint aan snelheid halve een V-kwadraat aan kinetische energie. Nou, de zwaarte-energie die hij verliest is de kinetische energie die hij wint. Dus MLG, MLH is gelijk aan halve een V-kwadraat. Beide kanten staat m, dus het mag weg. Dus ga is half v kwadraat. En als je dat omschrijft, oké, dan verdubbelen we het allebei. V kwadraat is dus 2 maal ga. En v is dan, wordt gelijk 2 maal ga. Nou, hier wordt het uitgerekend. Hè? V kwadraat is 2 maal ga. 2 maal 9,81 maal 32. Dat is meters. Is dit, en daar wordt het uit, is 25. Nou, dan heb je dus, weet je, de snelheid is 25 meter per seconde, is eenparig vertraagd. Dus de gemiddelde snelheid die zal de helft hiervan zijn, want je begint bij 0. Je eindsnelheid is dat, na 32 meter. En de gemiddelde snelheid is dan de 0 plus 25,6 gedeeld door 2, is 12,53 meter per seconde. En de tijd die je dan valt, is dus die 32 meter, met een gemiddelde snelheid van 12,53 meter per seconde. Dus als je die op elkaar deelt, dan krijg je dus 2,6 seconden, en dat is dan je valtijd. En dat is ook het tijdstip waarop dit begint te werken dan. Oké, je kan het ook doen met de formule S is een half g mal t kwadraat uit de binas. Dan vul je g in, die is 9, hier gebeurt dat. 32 meter is half maal 9,81 mal t in het kwadraat. T in het kwadraat is dan 32 gedeeld door een half en gedeeld door 9,81. En daar dan de wortel uit, dan kom je ook 2,6 seconden uit. Ja. Oké. De V-constante van het koord is 56 newton per meter. Adrian heeft een koord van massa, van 75 kilogram. De massa van het koord wordt verwaarloosd. Vanaf het tijdstip dat de veerkracht van het koord gaat werken, wordt de versnelling steeds kleiner. Op het moment dat zijn snelheid maximaal is, passeert hij de evenwichtstand. Bereken hoe ver hij op dat tijdstip is gevallen. Oké. Nou, dat kun je dan op deze manier doen, hè. Je weet dat de zwaartekracht en de veerkracht dan op dat moment aan elkaar gelijk zijn natuurlijk. In de evenwichtstand. De zwaartekracht is MLG. 75,981 is 1535 maal 75 newton. En de veerkracht is de veerconstante maal U. En de veerconstante is 56. Dus de 56 maal U is gelijk aan deze waarde. Nou, U is dan deze waarde gedeeld door die. Hier gebeurt dat ook, zie je wel. 13,14 meter. Dus de elastiek is dus zeg maar 13 meter uitgerekt. En hij, toen hij begon, had je al 32 meter gevallen natuurlijk. Dus in totaal staat 45 meter. Oké. Gedurende de periode dat het koord wordt uitgerekt, is de beweging harmonisch. Na het passeren van evenwichtstand is zijn val vertraagd. Tot het laagste punt wordt bereikt. We rekenen hoe lang deze vertraging duurt. Oké, je weet dat het een harmonische trilling is. Dat betekent dus dat deze formule geldt. De trillingstijd, de periode, is 2 maal de wortel uit massa gedeeld door de veerconstante. Dat kun je invullen, want dat weet je allemaal. 2 pi maal 75 kilogram gedeeld door de veerconstante was 56. Die stond allemaal in die opgave. Nou, dan komt er, als je dat allemaal uitrekent, komt eruit 7,271 seconden. En dat is een kwart t, hè, want dat is alleen maar
dat je van de evenstand naar de uitstand gaat. Dat is dus een korte periode. Een hele periode is van de evenstand naar de uitstand, terug naar de bovenste uitstand en weer terug. Dus een hele periode is dus 4 keer zo lang als dit. Sorry, het is precies andersom. De tijdsduur van een evenstand uit is kwart t, precies. Maar de t is 7,2, dus een kwart t is dan de tijd die je nodig hebt om uit de evenstand naar het laatste punt te komen. 1,8 seconden. En deze tijd, dat is dus de tijd van evenstand naar beneden, weer terug, omhoog en weer terug naar de evenstand. Zo, ja, zo is het goed. We rekenen wel van energieomzetting in de lengte van het koord als het laatste punt wordt bereikt. Oké, ook, dat gaat wel heel snel. Nou, hoe ga je dat doen? Dat doe je natuurlijk weer met energieën. Als je begint is de alle energie hoofdenergie, MLG, MLH. Abonneespunt is zijn energie, de vele energie plus de kinetische energie. Half maal C maal unit kracht plus half maal M maal V in het kwadraat. Oké, nou dat, wat weten we allemaal? We weten de massa, die is 75. We weten G, die is 9,81. We weten de hoogte, die is 45 meter waarop je begon. Is een half maal C, die is 56, maal U in het kwadraat. 3,14, dat hadden we al eerder uitgerekend, hè? In het kwadraat. Plus een half, dat is die, plus de massa is 75, maal V in het kwadraat. Dus de V kwadraat is de enige die we niet weten. Dus je moet dit met elkaar vermenigvuldigen. Dus even kijken, dan moet je deze dan vanaf halen. En dan delen door een half maal 75. Nou, hier gebeurt dat. Dit is deze. Dat is die. Dit is 37,5. En dan ga je dus deze min die doen. Dat is deze. En dan gaat dat door 37,5. En dat is dan de snelheid in het kwadraat. Komt dit uit. En dan de wortel eruit. 27,46 meter. Zijn we nou klaar? Even kijken. Nu moesten de lengte van het koord berekenen. Dus we zijn er nog niet. Oké. Dit is de maximale snelheid dus. Vmax. Die is ook gelijk in een harmonische regel aan 2 maal pi maal de amplitude gedeeld door de periode. Als je dat omschrijft dan wordt het. De amplitude is Vmax maal t. Hè. Je moet je maal t doen om weg te krijgen. Komt hij aan de andere kant erbij, maal t. Deze 2 pi moet je wegdelen. Dan gaat hij hier ook weg worden gedeeld. Dus dan komt hij onder de streep. Dus a is Vmax maal de periode gedeeld door, of deze gedeeld door 2 pi. En die weten we allemaal. Vmax is 27,5. De periode was 7,3. Die hadden we al een keer eerder uitgerekend. En 2 pi is gewoon ja, 2 maal pi. En komt het uit 32 meter, zeg maar. Je was al gevallen 45 meter, dat hadden we eerder uitgerekend, dus er kwam nog 32 meter bij. Die is 77 meter. Oké. Is ook een andere manier. Dan ga je rechtstreeks naar het laagste punt. Dan staat er in de hoogte is de zwaarte EZ is M mal G mal H is 32. Plus de uitrekking die je dan krijgt natuurlijk. Die is al bekend. Ja. Laatste een, punt is alles in weer energie, half maal C maal U kwadraat. Oké. Okay. Die stel je dan aan elkaar gelijk. Half maal C maal U kwadraat is dus M maal G maal tussen haakjes 32 plus U. Die wordt aan elkaar gelijk gesteld. Dan ga je dat invullen. 75 maal 9,81 maal 32 plus U. Die is nog steeds onbekend. Is een half maal 56, dat is de weerconstante, maal U in het kwadraat. Oké. Okay. Nou, dan ga je dit allemaal verder uitwerken. Ga je de haakjes hier wegwerken natuurlijk. Dus 735 maal 32 plus u is 28 maal u in het kwadraat. Nee, haakjes wegwerken moet nog. Oké, dan ga je zeggen van oké, die 28 die deel ik weg. Op die 735 dan is het 26,8 maal 32 plus u maal u in het kwadraat. Die 28 is weggedeeld, hè. Oké, dan gaan we nu de haakjes wegwerken. 26 maal 32 is 48,9 en 16,8 maal u is 26 maal u is gelijk aan u kwadraat. Nou, kun je omschrijven, u kwadraat min 16,8 u min 48 is 0. En dan kun je dan oplossen met de ABC-methode. Die is dat verder niet uitgeschreven. Hier heb je hoop verder wiskunde. En dan vind je dan dat de uittrekking zeg maar 19 meter is. En hij totale valhoogte is dan 77 meter. Maar wacht, er zijn twee oplossingen natuurlijk. Ja, deze is ook een oplossing. Je krijgt altijd twee oplossingen als je het doet. En de grootste oplossing, dat is de juiste in dit geval. We hadden al 32 meter gevallen, hadden we eerder gezien. Dus dan komt die 45, komt erbij 77. En dat hebben we hier bij die andere methode. Zullen we dat ochtend ook hebben gehad? Even kijken. Ja. Ja, daar. Oké. En gaan we naar 9.
Oké, gaan we naar golf. Het punt A van een lang horizontaal koord AB wordt in een harmonische trilling gebracht, waardoor in dit koord lopende transversale golven zich voortbewegen. Op een zeker moment, dat we T is 0 noemen, trilt het punt A al enige tijd. In figuur 3 is het uitwerking tegen tijddiagram gegeven van dat punt A. Dus dit is de tijd en dit is de uitwijking. Oké, die staat ook op de bijlage. Positieve uitwerking is naar boven gericht, dus negatief is naar beneden. Okay. Bepaal dan zelf waarmee A door het door de evenwichtssnelheid in staat gaat. Dan doe je met de formule de maximale snelheid, want als je door het evenwichtspunt gaat, is de snelheid maximaal. Is 2 mol pi maal amplitude gedeeld door t. Nou, amplitude in de vuur kun je aflezen. Dat is de maximale uitwijking, dat is hier. Dat is 10 mm, oftewel, nou, als je dat in meters omzet, is dat 10 maal 10 tot de min. 10 mm is 1 maal 10 tot de min derde, hè? Ja, 10 maal 10 tot de min derde, oftewel 0,0010, zoals hier staat. Dus het is die amplitude. De periode kun je ook uit de grafiek halen. Dat is gewoon de tijd die je nodig hebt voor één trilling. Dus dan begin je hier en dan eindigt die daar op dezelfde hoogte. Dat is precies 6 al 10 tot de min derde seconde, zoals hier staat. Nou, die vul je allebei in hier in 2pi. En A en T zijn allebei ingevuld hier, zoals je kan zien. 0,01 en die 6,0 maal 10 tot de min derde. Komt uit 10 meter per seconde. Oké. Okay. Kan ook een andere manier. Je kan ook de raaklijnmethode gebruiken. Dus een afstand-tijddiagram. Dus dit is dan de raaklijn. De snelheid kun je halen uit. Neem je twee punten. En verticale verschil en horizontale verschil. Die deel je op elkaar. Nou, hier is dat gebeurd. 10 meter per seconde. Komt er ook uit natuurlijk. Dus kijken welke punten hebben we genomen. Ze hebben dit punt genomen. 10 en min 10. Dus oké, die afstand is dan 20 natuurlijk. En de horizontale tijd die erbij hoort is van 3 tot 5 maal 10 tot de min derde. Ja, dat staat natuurlijk allemaal netjes ingevuld. Hè? Dus dan komt inderdaad precies 10 meter per seconde uit. Ja, als je dus dit punt neemt en dat punt neemt. En je bepaalt die twee verschillen zo. Hier dertig op elkaar, 10 meter per seconde. Klopt allemaal precies. Oké, in figuur 4 is de stand van het gehoor getekend op het tijdstip T1. Dat valt tussen 0 en 6,5 maal 10 tot de min derde seconde. In de tekening x is de afstand tot punt A. In de tekening is x de afstand punt A. Zeg maar, oh, dit is x. Oké, bepaal de golfsnelheid. Nou, oké, de golfsnelheid is de golflengte maal de frequentie, oftewel de golflengte gedeeld door de trillingstijd. De trillingstijd die hadden we al een keer eerder bepaald, 6,0 maal 10 tot de min derde. En de golflengte, nou, dan kun je even kijken, dit is, hier begint die, dit is een kwart, dat is een halve, nee, dit is een hele, sorry, dit is een hele. Kwart, half, drie kwart, heel. 15 centimeter, oftewel 15 maal 10 tot de min tweede meter. Nou, als je op elkaar hebt, 25 meter per seconde. We bepalen dan tijdstip T1. Nou, de golf gaat van links naar rechts, hè, dat kun je ook zijdelijk zien. A is bezig door de evenwichtstand omhoog te gaan. Oké, dat is hier, hè? Hier gaat hij omhoog. Wanneer is dat? Dat kun je, in de grafiek moet je dat opzoeken. Dat is hier. Op het moment dat hij door de evenwichtstand omhoog gaat, zie je 4,4 maal 10 tot de min derde seconde. Oké, dat is het al, hè? Ja, dat is het al. Ja. Kijk, dus je kan hier zien van, hij gaat omhoog, door de evenwichtstand omhoog. En dat moet dus hier zijn. Nergens anders in de grafiek gebeurt dat. Hè. Hier gaat hij door de evenwichtstand omlaag. Hier gaat hij wel eens omhoog, maar niet door de evenwichtstand. Hier is hij al voorbij de evenwichtstand. Hier gaat hij weer omlaag. Dus echt dit punt is het enige plaats waar dat gebeurt. Oké, de rest van de tentamen komt in filmpje nummer 2.